Hallo, goedemorgen. Ik dacht, ik ga vandaag weer een leuke vlog beginnen. Ik heb gisteren, even kijken of ik het kan laten zien. Hier achter mij liggen nog heel veel spulletjes. Ik heb namelijk gisteren de unboxing video opgenomen van de nail art producten van Monai. Alles ligt hier nog op de tafel. En dat moet ik natuurlijk gaan opruimen. Jullie vinden het altijd heel leuk om te zien hoe ik alles opruim en opberg. Nou, ik kan je vertellen, het is op het moment echt één grote chaos. Ik heb het super druk gehad. Dat zei ik al tegen jullie in de vorige video. Ik heb namelijk, denk ik volgens mij 2 weken ook geen video's geüpload. Omdat ik het gewoon echt te druk had met allerlei andere dingen. Zoals ik ook al in een van de vorige vlogs vertelde, wilde ik nog steeds ook deze bakjes gaan gebruiken om alles te gaan ordenen in de laadjes. Is gewoon nog niet gebeurd. Dus als jullie denken van waar blijft die video? Ik heb het gewoon echt nog niet gedaan. Dat staat dus ook nog op de planning. Zometeen heb ik eerst een klantje trouwens. Dus ik moet nu echt deze bende gaan opruimen. Hier op de grond liggen overal plastic dingen. Dit zijn dus alle producten die ik op de film heb gezet. Die moet ik dan ook weer allemaal gaan opruimen. En ja, ik wil deze natuurlijk ook allemaal weer gaan gebruiken voor nail art. Dus ik probeer altijd de nieuwe producten een beetje in het zicht te laten staan. Zodat ik ze ook weer makkelijk terug kan pakken. En dat ik ook nog precies weet wat er nieuw is en wat ik dus voor de video's wil gaan gebruiken. Dus waarschijnlijk ga ik eventjes zo'n plastic bakje erbij pakken. Ja, heb ik hier. En dan ga ik hier denk ik even de nieuwe... Oh, ik had er trouwens al eentje klaargezet, zie ik. Ga ik even de glitters daarin doen. Sorry als de camera een beetje wiebelt. Maar ik doe het even met één hand zo. Dus meestal doe ik dan dus de glitters die ik wil gaan gebruiken. Nieuwe glitters allemaal in zo'n bakje. Die laat ik dan hier bij mijn werkplek staan. Zodat ik die ook gemakkelijk weer zie. En dat ik het onthoud. Want soms vergeet ik het ook wel eens als er iets nieuw is. Dan denk ik, oh ja, daar moest ik ook nog een video over maken. Dus dit zet ik hier weg. Dan heb ik ook al die nieuwe stempellakken nog. En nog de stamping en painting gels. En de nieuwe stempelplaten natuurlijk. Dus ik leg gewoon alles hier even in die bakjes bij elkaar. Zodat ik het gewoon niet vergeet. En dan moet ik nu zo meteen trouwens eerst mijn klantje doen. Vanmiddag heb ik nog een andere afspraak. Dus ik hoop dat ik deze week nog wat leuke nail arts kan gaan maken. Ik weet niet precies wat ik allemaal in deze vlog ga laten zien. Maar ik denk dat ik de komende dagen gewoon wat leuke dingetjes hier in de salon ga vloggen. En jullie zullen wel zien wat er allemaal voorbij gaat komen. Ik moet hier natuurlijk ook nog een video van gaan maken. De buttercreams en de nieuwe gel polishes van Light Elegance ben ik ook super nieuwsgierig naar. En ik heb hier natuurlijk ook nog al die bling bling dingen. Dus die ga ik ook gebruiken. Hallo, hallo. We zijn inmiddels een week, anderhalve week verder denk ik. Sinds mijn laatste intro. Ik heb volgens mij niet veel meer gevlogd. Maar vandaag is het tijd om mijn nagels weer te doen. Ik heb echt weer een mega uitgroei. Op zich valt het niet super erg op. Ja, van dichtbij natuurlijk wel. Maar omdat het gewoon een heel neutraal kleurtje is, kun je hier wel een aantal weken mee doen. Het zit er al ruim 3 weken op, want ik heb dit gedaan voor de bruiloft van mijn zus. En die is inmiddels alweer 3 weken geleden getrouwd, dus ja, het gaat echt zo snel. Iedere keer denk ik, ik ga er toch weer wat anders op doen. Maar ja, ik heb toch weer gewoon zin in dit nude kleurtje. Vroeger, of in ieder geval een paar jaar geleden, was ik dit echt binnen no time beu van die nude nagels. Maar ja, nu vind ik het gewoon echt zo fijn. Ik vind het echt altijd heel mooi en fris eruit zien. Dus ik ga gewoon mijn nagels weer opvullen. Ik doe dat met blush pink. Of niet? Nee, is dit nou de goede? Jawel. Even checken. Oh ja, dit is een blush pink van Diva. Die rubber base. Jullie hebben mij er al heel vaak video's over zien maken. Dus ik weet niet of ik het helemaal ga filmen. Ik ga in ieder geval eerst eventjes mijn moeilijke hand doen. Die doe ik gewoon zonder de camera. Want dat is altijd veel te veel gedoe. En als ik dan ook nog op de camera moet letten. En dan de andere hand zal ik denk ik nog wel even een stukje laten zien zo meteen. Oh, en by the way, kijk even hoe cute. Onze kleine mini hond op de directeurstoel. Oh, hij gaat er nog eens even lekker bij liggen. Wat een dotje, hè. Dit is dus mijn uitzicht. En ik kan lekker naar buiten kijken. Het is eindelijk weer mooi weer. Het zonnetje schijnt. Het raam staat lekker open. Echt super fijn. Oh, wat heeft hij toch goed daar, hè. Maar goed, ik ga nu lekker mijn eigen nageltjes doen. En dan zie ik jullie zo weer. Focus die. Nee. Nee. Ja. Zo ziet het eruit. Heb je ook meteen even van dichtbij kunnen zien. Dus best wel wat uitgroei. Maar op zich zit het allemaal nog wel prima.
Hallo, ik zit hier nu in de auto. Dat is echt heel lang geleden dat ik in de auto gefilmd of gevlogd heb. Heel vroeger, nou dan heb ik het denk ik echt al wel over 5-6 jaar geleden. Toen ik nog wel eens naar events ging en zo, vlogde ik regelmatig in de auto. Dan had ik heel vaak dit soort intro's. Dus degenen die me al heel lang volgen, die weten dat misschien nog wel. Dus doe je duimpje omhoog als jij er toen ook al bij was. Maar goed, ik zit nu dus weer in de auto en ik ben op weg naar Limburg. Ik ben even aan de kant van de weg gestopt. Mijn parkeerplaats. Altijd een beetje awkward om daar te gaan staan filmen, maar goed. Ik dacht, ik hou even een kleine pauze. Ik wilde ook even dus een soort van intro doen om te vertellen waar ik naartoe ga. Ik heb geen idee of ik zo meteen kan filmen, maar het is wel mijn bedoeling. Ik heb trouwens mijn nagels nog gedaan. Volgens mij het laatste stukje van deze vlog was dat ik mijn nagels ging doen. Maar zoals gewoonlijk kwam er weer wat tussen. Story of my life. Gebeurt altijd, waardoor ik dus niet meer kon filmen. Maar ze zijn dus wel weer helemaal mooi, nude en helemaal ready to go. Maar goed, vandaag ga ik dus naar Limburg, naar Veronique. Even denken, wat is haar Instagram naam? Ik ga dat hier in beeld zetten, ik weet even niet. Unique Veronique of zo? In ieder geval, ja zoiets, ik weet het niet. Ik ga het hier wegzetten. Zij is ook nagelstylist, maakt hele mooie creaties. Daar ga ik nu naartoe. Zij heeft een soort van mini-eventje bij haar in de salon. Met allemaal producten van Loveness. Daar werkt zij mee. Daar is zij ook ambassadrice voor. En ze vroeg of ik ook wilde komen samen met Iris. Wij zijn ook uiteraard natuurlijk van de nagels. Maar samen met Iris doe ik ook de oliën. Dus Iris zit ook in mijn olieteam. En Veronique vroeg dus of wij het leuk vonden om daar wat meer over te komen vertellen. Dus dat doen wij natuurlijk heel erg graag. Dus het wordt gewoon een heel gezellig event met nagels en oliedingen. Ik ben heel benieuwd. Ik ga dus zeker proberen te filmen. Dus dat zullen jullie zo meteen wel zien. Maar goed, ik heb nu even dus een kleine pauze. Ik heb ook mijn olietasje bij, as usual. Laatst op mijn Instagram, op mijn olie Instagram account, had ik ook al gedeeld wat hier allemaal in zit. Nou, ik denk dat er nog een beetje hetzelfde in zit. Hiermee doe ik altijd mijn olierituweeltjes onderweg of als ik ergens heen ga. Het is een soort EHBO-kitje eigenlijk. Er zitten mijn favoriete oliën in. Onder andere Joy. Ja, die vind ik echt super fijn. Heb ik vanmorgen ook al gebruikt voordat ik wegging. Die doe ik dan een beetje zo in mijn hand. Dan wrijf ik even mijn handen tegen elkaar. Adem ik een paar keer heel diep in. En dan wrijf ik hem meestal ook zo lekker door mijn haar. Dan ben ik gewoon een soort van wandelende diffuser. Dan ruik ik lekker. Dan ruik je de olie ook gewoon heel de dag. En volgens mij heb ik net nog geknoeid met mijn water. Ik voel hier allemaal druppels. Even kijken. Dus Joy is een van mijn favorieten. Dan heb ik ook nog Veller. Dat is die blauwe. Ja, dat is ook echt zo'n fijne olie. Ruikt heel lekker. En die breng ik altijd aan op mijn schouders. Die staat echt voor kracht en moed, zelfvertrouwen. Dus als ik iets moet doen wat ik spannend vind of eng of waar ik tegenop zie, dan gebruik ik Veller. Ook die gebruik ik wel zo in mijn hand. En dan adem ik hem ook een paar keer diep in. Nou, het is niet dat ik het nu heel spannend of heel eng vind, maar ik vind het toch altijd wel, ja, toch wel een beetje spannend om weer ergens naartoe te gaan, weer andere mensen te ontmoeten. Dus dan is Veller echt een topolie. Oh, er kwam echt een hele grote vrachtwagen voorbij. Dus dat zijn eigenlijk de olietjes die ik heel graag gebruik. Wat heb ik er nog meer in zitten? Ja, natuurlijk Stress Away. Stress Away is echt een van mijn favoriete olieën. Die zit ook in de starterkit. En daar heb je ook een kant-en-klare roller van. Dus die rol ik heel vaak zo op mijn polsen. Oh, die ruikt ook zo lekker af. Ik kan hem hier een beetje in mijn nek aanbrengen. En ik heb natuurlijk ook mijn armbandjes om. En daar zit een lavasteentje op. En ook daar heb ik Joy vanmorgen al op gedaan. En dat ruik je echt super goed. Dus dat is een beetje mijn olierituweeltje. Dit doe ik meestal ook 's morgens. Maar ja, als ik ergens heen ga. Ik heb eigenlijk altijd dat tasje bij. En dan vind ik het gewoon fijn om dat ook nog eens een paar keer door de dag te herhalen. Ik ga ook nog even mijn zakje Ningxia leeg drinken. Dat is eigenlijk het wellnessdrankje. Een antioxidanten drankje, hartstikke gezond en ja, ik vind het echt super lekker. Ik maak heel vaak die mix met mijn blikje. Dat wilde ik eigenlijk nu ook doen. Ik heb alles bij, alleen ik ben mijn beker vergeten. Dus mijn blikje zit ook nog los in mijn tas. Dus ik drink hem gewoon even zo op.
Echt super lekker en heel makkelijk voor onderweg. In de zomermaanden kun je hem ook gewoon lekker in de diepvries leggen. Knip je de bovenkant eraf en dan heb je gewoon een ijsje. Dus bij je starterkit zitten twee van dit soort zakjes. Dus mocht jij je starterkit al hebben aangeschaft, dan heb je deze erbij. Leg hem zeker in de koelkast. Koud is die het lekkerste. Of eventueel in de diepvries dus voor een lekker ijsje. Je kunt hem ook mengen met spaarrood als je dat lekker vindt. Dan proef je trouwens niks van de spaarrood. Want ik hou ook helemaal niet van spaarrood. Maar ik doe dat ook wel heel vaak hierbij. En anders pak ik die zinkblikjes. Oké, hij is op. Dus nu ga ik gauw verder rijden. Volgens mij is het nog een uurtje rijden. Vanuit mij. Dus ik woon wel natuurlijk in het zuiden. Maar ik woon helemaal in het westen. En ik moet helemaal naar de andere kant in Limburg. Dus het is wel een eindje rijden. Maar ik vind op zich autorijden niet zo erg. En ik ga vandaag proberen ook wat dingen te delen op mijn stories. Dus ik heb ook geen idee wanneer deze vlog online komt. Het is vandaag zondag. Dus dat zul je waarschijnlijk op mijn Insta-stories wel voorbij zien komen. Zowel op de olie als bij de nagels, denk ik. En ja, deze vlog, geen idee wanneer die online komt of hoe die gaat eindigen. Maar goed, dat zien jullie vanzelf zodra jullie dit zien natuurlijk. Dus ik zie jullie later.
Hallo, het is inmiddels de volgende dag en vandaag ga ik je nog even laten zien wat er in de goodiebag zit. Want daar kreeg ik namelijk superveel vragen over op Instagram. Jullie zagen er allemaal leuke foto's en een boemerang waarbij we deze goodiebag lieten zien. En jullie wilden allemaal weten wat erin zat, dus ik ga het gewoon even laten zien. Het is dus een mooi tasje van Bibi's Beauty and Supplies, helemaal mooi holo. Dat is natuurlijk de leverancier van Loveness. En zij heeft deze tasjes beschikbaar gesteld met leuke goodies. Nou, ik ga even kijken of ik alles eruit kan krijgen. We hadden er sowieso een aantal leuke foldertjes in gedaan van de oliën natuurlijk. Dus dan kon je daar ook wat meer over lezen. Mijn visitekaartje zit erin met deze mooie quote. Do more of what makes you happy. En dat is echt mijn levensmotto eigenlijk. Ik doe eigenlijk alleen maar dingen die ik leuk vind. Ik doe alleen maar dingen die me gelukkig maken. Waar ik blij van word. En daardoor is je leven gewoon zoveel leuker. Dus dit is echt mijn motto. Even kijken hoor, wat zit er nog meer in? Nou, dan hebben we dit leuke pakketje van Bibi. Dit is Bargje. Voor degenen die haar nog niet kennen. Met de mooie Loveness gel polishes. En het is een informatieboekje met alle producten, geloof ik. Er zitten nog wat leuke goodies in. We hebben er ook een zakje Ningxia in gedaan. Dit is dus dat drankje. Dat konden jullie volgens mij ook al zien in de vlog. Ja, die heb ik in de auto toen opgedronken. Ja, dit is super lekker, dus die kon je dan ook eens mooi uitproberen. Even zien hoor. We hebben er ook een lekkere badzout in gedaan. Die had Iris gemaakt. Lekkere zelfgemaakte badzout met de essentiële oliën. Dat kun je dus ook allemaal maken met de oliën. Super fijn voor in bad. Maar als je geen bad hebt, kun je natuurlijk ook gewoon lekker in een voetenbadje doen. Oh, er zit ook nog een hele mooie glitter in. Oeh, Magic Unicorn Glitter 02 van Bibi. Van Loveness. Heel mooi. Oh, focus die. Die zat erin. Een keycord. Altijd leuk. Super handig van Loveness. Dan heb ik hier nog een Chupa Chup lolly. Een lipbalm. Een grapefruit lipbalm van Young Living. Ook super fijn. En dan nog twee hele leuke dingetjes. Ook Veronique heeft er iets moois in gedaan. Allemaal leuke sieraden zaten erin. Even kijken wat hierin zat. Of nou was het een armbandje. Ja, een heel mooi armbandje. Echt super leuk. En ook deze. En dit is zo'n ding voor achter op je telefoon. Van Loveness. You're looking at your favorite nail tech. Ik vond het echt zo'n leuke. Dus die kun je achter op je telefoon doen om hem vast te houden. Dus dit zat allemaal in de goodie bag. Echt super leuk. En tot slot wil ik natuurlijk ook nog wel even iets vertellen over de oliën. Jullie zagen het allemaal al voorbij komen hier in de vlog. Maar dit is dus de starter set. Daarbij krijg je dus deze mooie diffuser. Dit is de Desert Mist Diffuser. En er zitten ook meteen 12 oliën bij in de starter set. Ze hebben allemaal hun eigen unieke geur en werking. Dus je krijgt deze 12 flesjes. Dat zijn er 10. En ook deze twee krijg je erbij. Stress Away, dat is absoluut één van mijn favorieten. Eigenlijk van bijna iedereen denk ik wel een grote favoriet. Dus de meest populaire olie. Orange, ook super fijn. Dus het is al een heerlijke combi om in de diffuser te doen. En ik heb ook nog een hele leuke actie. Ga ik je zo meteen allemaal laten zien. En ik denk dat dat echt wel een exclusieve actie wordt voor alleen de mensen die mijn YouTube video's kijken. Ik ga die dus niet delen op Instagram, denk ik. Ik ga even alle spulletjes erbij pakken en dan ga ik je laten zien wat je allemaal krijgt. Oké, ik heb hier even wat spulletjes klaargelegd. Want als je via mij dus zo'n starterkit bestelt, krijg je er van mij altijd leuke goodies bij. Je krijgt sowieso altijd een mooi welkomstpakketje. Daarin zitten leuke rollers, een pipetflesje, een neusinhaler. Allemaal leuke goodies om zelf meteen aan de slag te gaan met de olietjes. Hier kun je echt hele fijne parfumrollers van maken. Maar ook andere rollers als je last hebt van de pollen in de lucht. Of gewoon lekker voor te ontspannen. Je kan hier echt allerlei verschillende rollers van maken. Dat krijg je sowieso. Een mooi infoboekje waar alles in staat over de olie uit de starterkit. Zodat je precies weet hoe je alles kunt gebruiken. Ook krijg je er van mij een aantal fijne receptenkaarten bij. Natuurlijk ook weer een mooie kaart met mijn favoriete quote. Receptenkaartjes, een leuke kaart met allemaal leuke ideetjes voor de zomermaanden. En voor nu heb ik ook nog 3 van deze zakjes. En dit is de Thieves Household Cleaner. Dit is eigenlijk een
allesreiniger, maar helemaal op natuurlijke basis. Dit is ook echt het enige wat ik in huis nog gebruik. Die heb ik in een fles gedaan. Dit is gewoon mijn eigen fles. Ja, hij is bijna leeg, dus ik moet hem weer even vullen. Dan hoef je maar een klein dopje in te doen. Je vult hem verder gewoon af met water. Eventueel doe je er nog een paar druppeltjes bij van je favoriete essentiële olie, zodat hij helemaal naar je favoriete geur ruikt. Maar ik heb nu dus nog 3 van deze zakjes. En deze geef ik dus weg aan de eerste 3 die een starterkit bestellen. Hiermee kun je deze fles 3 keer wel vullen. Dus je hoeft er maar een klein beetje hiervan te gebruiken. Je vult hem af met water. Dit kun je dus gewoon gebruiken om schoon te maken in huis. Ook ideaal om je nageltafel mee schoon te maken. Thieves doodt ook echt 99% van alle bacteriën. Dus dat is echt super fijn om daar je werkspulletjes en je werkplek mee te desinfecteren. Dat doe ik ook. Ik gebruik dus ook echt om mijn werktafel helemaal af te doen. Dus die krijg je er ook bij, de eerste 3. Dan heb ik hier ook nog een hele grote bak met oliën staan. Dit zijn eigenlijk allemaal oliën die ik dubbel op voorraad heb. Je mag hier ook een leuke olie uitzoeken. Dus ik ga even een aantal mooie oliën dan op de foto zetten. Dus dan mag je gewoon een olie naar keuze nog erbij uitkiezen die ik er voor je bij doe. Je kan eventueel ook nog kiezen voor het armbandje. Ga ik je ook nog even laten zien. Dit is een mooi armbandje van Young Living met lavasteentjes. Ook hier kun je dan die olie op druppelen, zoals ik ook altijd doe op mijn armbandje. En dan is het gewoon een diffuser armbandje. Dan ruik je altijd lekker met je favoriete oliën. En daarnaast heb ik nog een aantal andere leuke dingetjes. Maar daar heb ik overal maar 1 of 2 stuks van. Dus alleen degenen die mij een berichtje sturen en eventueel dus interesse hebben in die starterkit, die krijgen van mij nog een aparte berichtje of een foto van een aantal leuke pakketjes die ik ook nog heb. En daar mag je dan eventueel uit kiezen. Wat ik zei, ik heb overal maar 1 of 2 stuks van. Dus ik heb bijvoorbeeld nog een hele mooie drinkfles. Daar kan ik dan nog lekker die druppeltjes bij doen die je erin kan doen. Een soort van limonade die je ervan kan maken. Ook allemaal natuurlijk met 100% natuurlijke ingrediënten. Ik heb nog 1 mooi olietasje. Die kan ik er ook bij doen voor je. Dus mocht je interesse hebben dus in een starterkit met de diffuser, de 12 oliën, dan krijg je in ieder geval dit leuke welkomstpakketje. De eerste 3 krijg je de Thieves fles met de household cleaner. Je mag een gratis olie uitkiezen. En daarnaast heb ik dus nog een paar extra dingetjes waar je ook nog uit kunt kiezen. Dus stuur me gewoon een berichtje. Wil je meer informatie hebben of heb je nog wat vragen? Stuur me een berichtje. Mijn telefoonnummer staat onder deze video. Je mag me altijd gewoon appen. Dan ga ik bij deze ook de video afsluiten. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Als je de video leuk vond, doe dan zeker je duimpje omhoog. En dan zie ik je heel snel weer in de volgende video.